Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij staan op buitenplaats De Luwte, nabij Zwolle. Nabij Zwolle? Nabij Zwolle. Nou, gewoon Zwolle toch? Ja, nou ja. In Zwolle, nabij Zwolle. Geen idee. Dicht bij de IKEA. We staan aan de Vecht. Oh? Ja, we staan dicht bij het water. Ja, dat wist ik, maar ik wist niet dat het de Vecht was. Oh ja. Nou, leuk. Nee, dat is de Vecht. En we staan dicht bij een spoor. Ik heb al een paar keer de trein gehoord en ik ben in 5 minuten. Ja, nee, maar daar heb ik eigenlijk geen last van. Hoor. Nee. Maar je hoort hem. Oké, nou dat was de achtergrondinformatie over buitenplaats De Luwte. Nou, en ik heb nog iets belangrijks mede te delen. Ja? Er is een restaurant. Ja, een paviljoen. Paviljoen? Ja. Leuk. Stil gesloten helaas. Nu wel gesloten. En morgen ook. En dat was eigenlijk de reden waarom wij hier naartoe zijn gegaan. Maar het is gesloten, helaas. En ik zei tegen Aal thuis. Ik zeg, ik verwacht niet zoveel van dat paviljoen. Laten we alles maar meenemen. Want ja, ik ken het. Ik ken het ondertussen op camping. Ja. Ze zegt al, nee, dit is zo eentje groot met loungebanken. Ja. Die is wel open. Ja, de foto's zagen er veelbelovend uit. Ja. Ik dacht, nou, dan gaan we sowieso even starten met een lekkere aperol spritz of zo. Gewoon even voordat wij de tent gaan neerzetten. Lekker. Want wij zijn trouwens met onze schildpadtent. Oh ja, stoffeltje. Ja, misschien zagen jullie het al aan deze stokjes. Oh ja. Dit is onze stoel. Ik was even je zou bezig. Nu nog niet zeggen dat dit een stoel gaat worden, maar nee. Mensen, echt waar, dit wordt een stoel. Maar mensen, ik twijfel ook of hij niet op kleuterstoelen zit. Ik zag pas volwassenen, die hadden ook zoiets soort. Ik weet niet meer van welk merk dat was. Die waren veel groter. Ja, maar de het verpakkingsformaat was wel gewoon hetzelfde als dit. Als deze. Dus, misschien zitten wij op... Nee. Kleuterstoel. Nee, dit zijn tuurlijk niet. Dit zijn gewoon fietsstoeltjes. Oké, maar dat waren die van hun of ook. Fietsstoeltjes, maar gewoon rijstoeltjes. Oh ja, oké. Nou ja, zo. Ja, oké. Nou, wij hadden eigenlijk gereserveerd voor plek 25. Maar wij zijn even een rondje over de camping gewandeld. En toen kwamen we erachter dat wij een veel leuker plekje hadden gevonden. En dat is nummer 15. Ja, en dat is op een hoekje dichtbij het sanitair gebouw. Ja. Oh, dat is ook ideaal, dichtbij. Ja, en dichtbij een watertappunt. Dus wij dachten, ja, daar gaan we staan. Maar anders stonden we recht tegenover iemand. En dan vinden we het altijd een beetje gênant om de hele tijd te filmen. Oh. Ja, dat is ook even een dingetje. En nu zijn we gewoon even... Nou ja, onze buurtjes zijn er nog niet. Maar anders staan die ook best wel dicht bij ons. Ja. Maar ja, oké, dat komt wel goed. Nou, we gaan even de tent neerzetten. We gaan eerst even beslissen hoe wij hem neer gaan zetten. Met de opening en zo, met ingang, uitgang, alles. Ik maak even een rondje met jullie. Kijk hier achter mij. Dat is eigenlijk, daar zien jullie een busje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar daar zien jullie dus een busje en daar zouden we eigenlijk naast gaan staan. Maar we staan dus hier. Ja, het is eigenlijk een beetje een kleine camping, vind ik. Ja, wat heb ik er nog meer over te vertellen? Ze hebben ook een boomgaard. Daar kun je ook nog in staan met je tent. Of caravan. Er staan ook caravans. We doen zo meteen wel even een rondje met jullie. Het sanitair gebouw zit hier achter ons, maar ook verderop bij het paviljoen. Nou ja, dat komt straks allemaal wel. Nelly is al druk bezig met het opzetten van het stoeltje. Die begint met de stoel. Het lijkt er ook op alsof jij nu op dat stoeltje gaat zitten en een beetje toe gaat kijken. Zo heb je hem ook neergezet. Nou, kijk zo, dacht ik. Kijk, ik dacht dat ik het zo ging doen. Ja, dus jij gaat hier zitten en ik ga even de tent neerzetten. Ja, maar de tent is nu mijn poef. Oh, oké. We kunnen ook eerst even een koffietje doen. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Als je nou de tent op mooi gras wilt zetten, dan zou je hem hier neer moeten zetten. Dan staan we bijna bij hun camping. Nou, je kan hem ook onder de luifel van hun zetten. Of we moeten hem onder de boom doen. Dat is ook leuk. Ja, we gaan even kijken toch. De auto mag trouwens niet bij de kampeerplek. Dat is een beetje jammer. Maar dan zetten we gewoon alles in onze tent neer. Dus dat komt ook wel goed. Daar lopen twee kippetjes. Super gezellig.
En daar verderop, daar is het paviljoen, wat nu gesloten is. Oké, nou. In grote lijnen is dit de camping. Ik vind het wel een leuke plek zo. Ik ook, lekker rustig. Ja, heerlijk rustig. Ja, ja. Nou, onze auto staat weer helemaal volgeladen met allerlei spulletjes. We gaan trouwens één nachtje en jullie zien het al. Kijk even, ik heb jullie tips opgevolgd. We hebben onze eigen kussens mee vanuit huis. Dus dat gaat helemaal goed komen. En wij hebben ook een poeslaken voor om de matrasjes. Nou, nu kan het niet meer fout gaan, Nel. Als het nu nog fout gaat... Nu moet het wel goed dan gaan. Dan moeten we de volgende keer ons bed meenemen. Ja, we kregen ook een reactie van iemand en die zei misschien kunnen jullie een... Misschien kunnen jullie thuis blijven. Nou ja, of gewoon een gat maken in jullie, jullie huis. Trekhaak, aan de trekhaak meenemen. Oh ja. Maar dan hebben wij wel een probleem. We wonen in een appartementencomplex. Moet het hele appartement ja, mee. Ja. Oké, nou genoeg geneuzel. We gaan beginnen. De Coleman Tasman Dree. Onze tent wordt even gekeurd. Nog even in. Hij zit in de tent. Ja, hij liep net ook al hier onder bijna. Ja. Nou kijk mensen, het frame staat bijna. We gaan hem even vastzetten. Nou, volgens mij gaat die echt die tent in hoor. Gezellig dit. Kijk eventjes. Zo leuk. Lekker dit. Lekker koud. Ik ben even in de schaduw gaan zitten van de auto. Het is warm, hè? Het is zo warm. Nou ja, wel lekker weer op zich, maar voor het opbouwen van een tent is het iets te warm. Heerlijk. Oké, nou ik zat dus net op dit stoeltje en ik dacht, wat is dit nou wankel, joh. Die stoel die is ook niet heel stabiel, maar nu was hij gewoon echt heel wankel. Maar ik ga dus uit. Ik zeg tegen Nel, die zit gewoon andersom, joh. Oh no. Sorry. Nou, ik ging erop zitten, toen zeg ik tegen jou, ik ga hier nu echt erheen. Ik weet niet, ik voel dit. Toen zeg ik, ga maar op mijn stoeltje. Zo moet het. En Nelly is de expert, de stoelen-expert. Ik denk dat wij een beetje vervangen zijn. Door deze hitte. Wacht, dit mijn is. Ja. Oké, voordat we verder gaan. Hij is nog steeds een beetje. Nou, nu zit hij wel beter. Dit ziet er veel beter uit, joh. Jij zet mij in een omgekeerde stoel. Maar voordat we verder gaan, want kijk, hier staan nog best wel veel spullen. Gaan we eerst even verkoeling zoeken, hoor. Want... Zo. Nou, hè? Heerlijk. Nou, kijk mensen. Dit is de status. Nou, we hebben best veel gedaan. Als een kromme banaan. Kromme banaan. Een kromme schildpad. Nee, het grootste gedeelte staat nu. Dus nog even de kleine dingetjes, de matrasjes erin, de kussens. Nou, dat schiet er wel lekker op. Hè? Huh? Ja. Eerst even uitrusten. Even bijkomen. Kijk, een king size bed. Wauw. Ja, we hebben de tips opgevolgd. Ja, dit is perfect. Nou, deze heb je niet nodig. Laat deze maar in de auto liggen. Ja, nu nog niet, maar vandaag gaat het natuurlijk afkoelen. Is het hier heet, meid? Het is nu nog heet. Maar even serieus, dit lijkt mij echt fantastisch. Nu glijdt het ook niet meer. Nee. Maar stel, want die vraag komt gelijk in mij naar boven. Stel dat die matrasjes eigenlijk te hard zijn, want dat hadden we de vorige keer. Ja, dan doe je even zo. Oh, je kunt er wel makkelijk bij. Ja.
Oké, top. Dat ding is veel te groot. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nou, wat kan er nu nog misgaan? Niks. Serieus. Dit wordt sowieso een betere nacht dan de vorige keer. Onze eigen kussens mee. Hoeslaken. Nou. Dit is helemaal top. Koffietje in de maak. Eindelijk. Vuur? Tuurlijk mag jij vuur. Vang. Nelly is in gevecht met een windscherm. Ja. Lukt het? Ja, nu wel. Wauw, dit is perfect. Kijk mensen, we hebben ook ander servies. Het is van Maypal. Leuk hè? Deze kopjes. Ik denk zomaar dat dit ons nieuwe tentservies gaat worden. Want dit gebruikten wij helemaal aan het begin van onze caravan carrière. Maar nu hebben we daar natuurlijk Rebel Outdoor servies. Die zijn wel wat vrolijker hoor. Ja, die zijn wat fleuriger of zo. En dit is wat, ja. Nou ja, ik vind het ook wel leuk, maar ja. Het is een beetje saai. Het is wat witter. Ja. Nou, toch nog even een koffietje. Lekker. Het is ongeveer 7 uur in de avond, denk ik. Even kijken. Volgens mij wel. 7:15 is het nu. Dus we gaan even koffie drinken en daarna gaan we nog even naar de supermarkt. Want we moeten ook nog even eten kopen. Oh ja. Voor vanavond en morgenochtend. Hij is al klaar. Oh, top. Ja, dat gaat natuurlijk veel sneller nu met dat windscherm. Oh ja, melk opschuimer. Oh, kijk even. Nou. Even zitten. Ja. Jij hebt meegenomen. Die heb ik meegenomen. Proost. Proost. Op ons nieuwe tentavontuur. In Zwolle. Ja, blijf leuk hè. Hmm. Gewoon deze nachtjes die ja. Die hadden we eigenlijk voorheen niet. En nu kunnen we ook gewoon een nachtje met de tent. Ja. Blijven van genieten. Lekker buiten. Ja, heerlijk. Zo, wij zijn eventjes om boodschapjes geweest in Berkum. Ja, en we gaan nu even naar het sanitair gebouw. Dan kan ik gelijk even naar het toilet. Ja. En dan kunnen jullie dat ook even zien. Ja, we gaan gelijk even een tour over de camping maken met jullie. We lopen nu naar het sanitair gebouw toe, waar wij geen gebruik van gaan maken, want het ligt iets verder weg van onze kampeerplek. Maar dit is wel een veel mooier gebouw dan, dan de plek waar wij dan naartoe gaan straks. Sanitair, vergaderzaal. Nou, we gaan niet vergaderen deze keer. Nou, dat wou ik wel doen. Waarover? Nou, even over ons YouTube-kanaal. Nou, kijk mensen, dit is het paviljoen. En hier blijkt dus ook een B&B in te zitten. Dus de achterkant van het paviljoen. Hallo. En daar hebben ze ook gelijk sanitair in gemaakt. Is daar iemand? Wow, nou, dat ziet er wel keurig uit, toch? Ja, dit is wel mooi. Ja. Wil je dit vasthouden? Ja, ik hou even de boodschapjes vast. Dan gaan wij even de douches bekijken. Volgens mij is deze bezet. Nee. De douche. Prima. Een mengkraan. En volgens mij is het echt onbeperkt warm water. Dus dat is helemaal mega top. En hier heb je de wc'tjes. De toiletjes. Dikke prima. Hier is ook nog een douche volgens mij, ja. Ja, nou ja, deze is gewoon hetzelfde als de douche waar we net keken. Nou, dit is gewoon helemaal goed. Ja. Helemaal prima.
Oké, dan wacht ik even totdat Nelly klaar is. En dan gaan we nog even naar het strandje. Want ze hebben hier ook een strandje waar je gebruik mag maken van een kano tegen betaling. Ik weet zo even niet hoe duur, maar wij hebben daarnet een informatieboekje gekregen van de meneer, van de eigenaar. Die was trouwens heel vriendelijk, heel makkelijk ook. Ja, niks op aan te merken. Gewoon een mooi en warm welkomst. Welkom. Mooi en warm welkom. Dat was het. Morgen is het paviljoen wel open vanaf 10 uur volgens mij, of vanaf 11 uur. Maar ik denk zomaar dat wij hier dan al weggaan. We konden wel broodjes bestellen, maar dan konden we pas vanaf 10 uur ophalen. Want normaal gesproken is het paviljoen dicht, maandag, dinsdag, woensdag. Maar hij zei van ja, jullie kunnen wel broodjes bestellen, maar dan vanaf 10 uur. Dus vandaar dat wij even naar de Co-op zijn geweest. Om daar even brood te kopen, want dat is een beetje laat. Want we merken wel, als wij met de tent weg zijn, dan zijn we wel vroeg wakker. Met de caravan zijn we altijd laat wakker, maar met de tent zijn we altijd vroeg wakker. En ja, ik weet niet, het ligt dan toch denk ik gewoon aan het tentdoek of zo. Dat het iets meer lawaai doorlaat dan met de caravan of zo. Geen idee. Ja, nou wat heb ik nog meer te vertellen over deze camping? Het is een mooie locatie. We zijn net even naar Berkum geweest. Ja, dat is wel leuk hier, vind ik. Ik denk dat je er ook wel heel mooi kunt fietsen en wandelen. Fijn toiletgebouw met zeep en doekjes. Oh, nou, top. Ja. Helemaal super. Dat vind ik lekker. Ja, nee, ik vind het wel een leuke camping dit. Ja, ik ook. Gewoon een lekker sfeertje maar hier niks. Of zo. Ja, kippen. En een kano. Er loopt geen kip hier. Nee, er loopt hier... Er lopen wel kippen, haantjes. Kippen en haantjes. Ja. Kippen en haantjes, oké. Ja, we gaan even naar het strandje, denk ik. Ja. Toch? Fietsenrekjes. Ja. Is niet heel bijzonder. Nou, we spraken net de buurvrouw, trouwens, de buurman en de buurvrouw. En die zeiden dat als het paviljoen open is... Kan je er alleen lunchen? Ja, hij gaat om gewoon standaard om 6 uur in de avond dicht. Ja. Maar het moet heel lekker eten zijn en ook lekkere borrelhapjes. Ja, wat? Niks. Ja, daar mogen wij helaas nu niet van genieten. Nee. Daar kwamen wij hier voor. Ja, eigenlijk wel. Voor de borrelhapjes. Ik vind het wel jammer. Maar ja. Nu hebben we zelf wat lekkers gekocht, dus dat komt helemaal goed. Ja. Toch? Ja. Nou, even de trap hier op en dan... Hier is de AED. Nou, die hoop ik niet nodig te zijn deze keer. Want de vorige keer dat we met de tent weg waren, was er ook een calamiteit. Ja, dit is dus het terras van het paviljoen. Nou, hier staat een bord dat gesloten is. Helaas. Maar ik zag mezelf weer al helemaal zitten. Met een wijntje en een borreltje en gewoon een hapje. Ik kan hier alsnog wel gaan zitten, dan neem ik nog één zitter mee. Ja, ook een mooi restaurantje. Ja, superleuk hier. Heel leuk huis. Dat is de binnenkant. We kunnen er alleen naar kijken. Ja, ja jammer. Je hebt ook een vuur. Nou ja, helaas. Ja, nou daar zien jullie de kano's in de verte. En daar is ook een strandje. Daar staan ook mensen bij water volgens mij. Nou, een mooie zonsondergang straks. Ja, lekker sfeertje hier. Helemaal leuk. Ik denk ook wel als dit open is en er zitten mensen en zo, dan is het toch super gezellig. Misschien moeten we nog een keer naar Toenel. Ja, ik denk met de caravan. Ik denk het wel. Ja. Kijk, en dan hebben we ook gelijk een heel mooi overzicht over de camping. Vanaf dit punt. Nou, hier heb je een veld met een trampo. Met een trampoline in het midden. En wij staan op dat veld. En dan daarachter is het andere sanitaire gebouw. Daar gaan we nu even naartoe, toch? Ja. Of wil je ook echt naar het strandje toe lopen? Nou, nee, toch of wel. Nee, hoeft voor mij ook niet, maar... Oké. Sorry, kijkers. We gaan niet naar het strandje. Morgen. Ja,
Oh ja, morgen hebben we ook nog een dag. Nou, hier heb je ons tentje. Dan lopen we even een stukje rechtdoor. Hier heb je de boomgaard. Super gezellig dit. Daarachter heb je ook nog caravans en tenten. Hartstikke leuk. Een joie de boel. Nou, dan zijn we aangekomen bij het sanitair waar wij gebruik van maken. Oh, het is hier best wel donker. Nou, hier maar wel sfeervol. Er branden wel lichtjes binnen. Ja, het is wel sfeervol. En ook lekker doekjes. Zeven oh ja, top. Doekjes. Ja, doekjes. Ook een doekje. Nou, super dit. Wat leuk hier, wat gezellig. Het is zo fijn als een camping doekjes heeft. De douche. Nou, kijk nou eens. Nou, ik vind het echt leuk, dik in orde hier. En geen pasjes sportjes. Of zijkaarten of nee. Al die andere... Nee, het is gewoon onbeperkt warm water. Nou ja, er zit wel een knopje hier. Even kijken. Ik weet niet of het onbeperkt is. Volgens mij wel. Volgens mij onbeperkt. Oh. Wow! Je schrikt je dood! Die zat gewoon in één nou, keer achter jou. Die kip die. Doe niet zo eng. Zo oh, grappig wow. Dit. Ja, ik vind het wel gezellig dit. Ja, het heeft wel iets knutsigs. Ja, maar ze lopen gewoon echt om je caravan of tent. Of ik verwacht ook dat die straks in die tent zit of zo. Ik weet ja, niet. Ik ook. Ik heb een voorgevoel. Een kip in je bed. Ja. Nou, afwasgedeelte en een koelkast. Want dat zei jij net ook al nul. Ja. Nou, super toch? Mooi overdekt ook. Met verlichting. Ja. Nou, volgens mij was dit het al. Het is gewoon klein, maar fijn. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Van deze camping. Hoe ben je er aangekomen? Net zoals de vorige keer. Gewoon camping Zwolle. En dan ja, krijg je dit. Tevoorschijn. Leuk. Ja, heel leuk. Nou, we gaan weer terug naar ons tentje en dan gaan we lekker eten. Wij hebben broodjes gekocht, krentenbroodjes en volgens mij nog twee broodjes. Wij hebben vanmiddag twee al andere warm broodjes gegeten. Ja. Ja, dat doen we eigenlijk wel altijd. Of altijd. De keren dat we met de tent zijn weg geweest, gaan we gewoon thuis warm eten. En dan s'avonds gaan we gewoon even een broodje eten of zo. Dat is gewoon iets makkelijker. Dat is handig. Ja. We gaan even in de zon zitten. Ja, heerlijk. Wat doe jij? Ik ga even een broek aantrekken. Ja, moet dat op deze manier dan? Ja, anders komen de muggen in. Maar waarom ga je niet met je voeten... Hè? Wat is dit nou weer? Eieren. Waarom ligt dat daar? Waarom ligt dat niet gewoon hierin? Nee, maar even serieus. Waarom doe je je voeten niet gewoon binnenboord? Ja, die zijn... Een beetje viezig, volgens mij. Ja, nogal. Ja, dat is de reden. Maar jij gaat je even warm aankleden. Ik ga me warm aankleden, ja. Ja, het is eigenlijk nu alweer een beetje afgekoeld. De zon is ook al verdwenen op onze plek. We staan nu in de schaduw. Er gaat ook een mevrouw met een stoel in de zon zitten. Dat is misschien ook nog een idee. Ja, dan denk ik zomaar dat wij morgenochtend wel gewoon lekker in de zon staan. En dat zou ideaal zijn, want dan kunnen we de tent gewoon even lekker laten drogen. Oké, wat hebben wij gekocht? Nou, ik had wel zin in kip curry. Altijd lekker. Kaas. En krentenbrood voor morgenochtend. En... Twee broodjes erbij voor straks. En Nelly gaat volgens mij ook nog even een eitje bakken. Dus dat gaat helemaal goed komen. Lukt het Nel? Niet echt, want ik heb een nieuwe legging aan. Nou, dat hoeft niet gefilmd. Waarom niet? Oh. Omdat ik mijn broek niet aan heb.
Dus dat hoeft echt niet. Nee, doe maar niet. Nou, dit is Nelly haar nieuwe outfitje. Voilà. Dit is een pans ei. Wow, dit gaat snel. Even iets zachter. Ja, top. Gezellig. Nou, we hebben allebei een camping outfitje aan. Nou, ik niet hoor. Lekker combi ook dit. Die kippen die leggen gewoon eieren in het gras hier. Ja, ja. Ideaal. Een vers eitje. Goed. Op zich valt het wel mee met aanbranden, want jij was bang dat het ging aanbranden. Maar... ja. Ga perfect. Het gaat vol. Nou, eet smakelijk, hè? Hij is goed gelukt. Ja. Een plakje kaas eronder gedaan en ketchup er bovenop. Nou, heerlijk. Ja. Nou, we hebben nog één ei te goed. Maar we dachten, het is wel zo gezellig als we even samen gaan eten. Ja, en dit vind ik dus echt wel gewoon... Kijk even hoe kneuterig dit is. Dit is wel gewoon echt het ultieme kampeergevoel. Hm? Zo gezellig. Ja, heel gezellig. Nou, eet smakelijk, Nel. Broodje. Broodje kip curry. Het smakelijk, dat brood is keihard. Maar dit waren ook echt letterlijk de laatste twee broodjes die er lagen. Dus ik denk serieus... Dat ligt er de hele dag al. Dat deze gewoon vanochtend zijn afgebakken en die liggen daar gewoon al de hele dag. Dat denk ik. Smakelijk. Dankjewel. Ik hoor ook echt een hele rare kraak. Lekker. Heerlijk. We zijn even aan het afwassen op een provisorische manier. Want we hebben ons net echt suf gezocht naar afwasmiddel. Ik weet zeker dat we het mee hebben genomen hoor. Ik heb ook. Het in mijn handen gehad. Ik ook, ik heb het ook nog gezien. Dat is zo'n klein flesje met afwasmiddel. Het is gewoon echt nergens meer te vinden. Nee. Dus we zijn nu eigenlijk een beetje aan het afspoelen met eetwater. Ja, ja. Je moet wat. We hadden het ook wel bij de buren een klein druppeltje kunnen vragen. Ja, dat had gekund, maar ik zeg ook tegen Nel, nou ja, weet camping. Je. Het is camping en het is maar voor één nachtje. En morgen dan nemen we het mee naar huis. Dus dan... gaat alles in afwasmachine. Daarom. Zo, we zijn lekker gedoucht. Lekker fris. En we sluiten de avond af met een lekker theetje. En we hebben de kaarsjes aangezet. De citronella kaarsjes. Dus hopelijk geen muggen vanavond. Ja, het valt me nog mee. Nou, Nelly is bij haar buitenkeukentje aan de slag. Ja, kijk eens hoe gezellig. Leuk hè? Nou, eigenlijk zit iedereen al binnen. Ja, maar dat doen wij ook als we met de caravan zijn. Ja. En met de tent zit je buiten. Ja, met de tent blijf je dan toch veel langer buiten zitten. Ja. Zo. Ontzettend leuk. Ja. Nou, we gaan even onze tanden poetsen. En dit keer gaan we wel in het sanitair gebouw dicht bij onze kampeerplek. Want we hebben dus wel even gedoucht in dat nieuwere sanitair gebouw. Wat echt super was, trouwens. Ja. Lekker heet water. Harde straal of goede straal. Ja, onbeperkt. Onbeperkt water. Maar ik zeg net tegen Nel, ik vind dit toch ook wel een leuk hokje. Gewoon
Met dat riet, hè? Ja. Ik krijg een beetje het gevoel dat ik in het buitenland ben of zo. Bali. Ja. Nou, echt. Serieus. Nou, we gaan even met z'n tweetjes in het hokje. Even gezellig. Nou, daar nou, zitten we dan. Hallo. Oh, sorry. Sorry. Ik zag het niet. Nou, het lijkt wel een bouwlamp. Ja. Foei, foei, wat een licht. Dit is niet normaal. Gaat het? Ja. Ja? Maar okay. Je bent echt een tijdje verblind. Ja, zo. Hij is echt heel fel. Ja. Oké, okay, nou, we zitten in bed. We gaan zo meteen lekker slapen natuurlijk. Tenminste, ik ga ervan uit. We hebben er nu echt alles aan gedaan. Nou, hoeslaken. Molton hebben hoofdkussen. We zelfs. Een molton heb ik meegenomen. Ja. Dat is nog stroever. Ja. Dus nou, ik voel het nu al wel hoor, een verschil. Ja, ik ook. Ik glij nu niet. Het kan nu niet meer misgaan. Nee. Het kan alleen maar goed gaan. Oh, ik ben moe. Ja, ik ook. We gaan de vlog afsluiten. We liggen wel met ons hoofd in de schuimte. Wil je niet andersom? Ja, maar ik heb ook nog iets achter mijn kussen gelegd, zodat mijn kussen niet... Toilettas en al. Ja, en mijn matras kan ook niet meer gaan schuiven nu. Dus ik ben nu echt overal voorbereid. Dat kan niet meer misgaan. Nee, en ik lig ook best wel lekker nu. Serieus. Ik hoor wel de hele tijd iets piepen. Het lijkt alsof er een vuilniswagen achteruit rijdt of zo. Ja. Vrachtauto. Geen idee wat het is. Nee. Nou ja. Af en toe horen we ook echt wel het spoorlijn. De spoorlijn. Het spoorlijn. Het spoor. Het spoor. De spooroverweg. De spoorlijn. De spoor. Nou, jullie begrijpen vast wat wij bedoelen. Nou, de trein. Niet zo hard. Sorry. Het is al laat. Het is 12 uur. Sorry. Volgens mij verblind ik de kijkers nu. Wij zitten natuurlijk in een tent. Ja, inderdaad. Iedereen kan meegenieten van onze afsluiting. Ja. Nou ja, ik ga hem afsluiten. Ja. Nou, we willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie bij de volgende vlog. Doei doei. Doei.